Dit huis vlakbij Amsterdam is inderdaad net verkocht. Mijn druif in de achtertuin krijgt een nieuwe eigenaar. Volgende week verhuizen mijn vrouw en ik met onze kinderen naar onze nieuwe woning. En dat betekent dat het kopen, verkopen en het hele hypotheekproces van een nieuwe woning hebben wij net achter de rug. Een beter moment om dagvoorzitter te mogen zijn van AM Hypotheken op 21 september is er niet en wat is er allemaal gebeurd? Zo'n hypotheek vinden, de beste samen met mijn adviseur. Ik vind het een fascinerende wereld. Er is digitalisering, er is standaardisering, maar wat is er gebeurd met maatwerk en persoonlijk advies? Volgens mij heeft mijn adviseur dat goed opgepakt, maar ik kan me voorstellen dat het een enorme uitdaging is in een markt waarin je met die hele lage rente die enorme snelheid voor waarmee hypotheken opgeleverd moeten worden. Het ook wel lastig is om een euro te verdienen. Daar gaan wij het over hebben. Natuurlijk over de nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving. Twee dagen na Prinsjesdag. En alles wat er gebeurt in die hypotheekmarkt. In een hele gekke huizenmarkt. Die door de lage rente enorm aantrekt. Iedereen wil een nieuwe woning. Maar er zijn bijna geen woningen. Zeker niet. In de Randstad. En daar moeten jullie dan in overleven als adviseur of als hypotheekverstrekker. Nou, alle reden dus om op 21 september naar Utrecht te komen. 21 september Utrecht AM Hypotheken. Ik zie je dan.